stopdrukte momenteel bij de pakketbezorgers. Ook in Leeuwarden rijden de bestelbusjes van PostNL zo voor de kerst af en aan. Een van die bezorgers is Nelson van Rela. Hij bezorgt al 3 jaar lang de pakketten in de Vossenparkwijk in Leeuwarden. Nelson moet door het grote aantal pakketten flink aan de bak. Ja, het is hard werken. Grote dozen zoals je ziet. Veel dozen. Veel in- en uitstappen. Dus dat maakt het werk soms wel zwaar. Maar je doet het voor leuke klanten, dus dat maakt het dan weer heel goed. Zijn er ook bepaalde cadeaus die je regelmatig voorbij ziet komen nou in deze tijd? Veel bol.com. De drukte maakt dat Nelsons werk nu ook anders ingepland wordt dan bijvoorbeeld in de zomermaanden. Nou, in de zomer beginnen we dus wat vroeger, vanwege de minder drukte. Nou, nu met de kersttijden, Black Friday, Sinterklaas, mensen bestellen heel veel cadeautjes. Ook vanwege corona kunnen ze helaas niet de winkels in. Hey, pakje, hey, alsjeblieft. Hey, fijne dag. Dus wij brengen het dan en dat maakt dan het werk heel druk. Betekent dat ook dat je dan 's nachts laat nog aan de bak moet? Nee, niet heel laat, maar een uurtje of 9 dan op een drukke dag dan zijn we wel klaar. Ja, en heb je daar geen moeite mee dat je nou ineens zulke lange dagen moet maken? Nee, zeker niet. Want in de zomer is het dus heel rustig, dus dan voor wat hoort wat. Het harde werken maakt zijn baan niet minder leuk, zo vindt hij. Het is heel leuk werk, waarderend werk. Je maakt mensen heel erg blij. En daar doen we het voor. Je deelt in wezen de hele dag cadeautjes uit. In principe wel.